Koop de aandelen nu! Mam, ik ben gezakt voor mijn test. Ik ben bezig. Ga weg. Ik teken ons huis. Is het niet schattig? Ik heb hier geen tijd voor. Mam is de hele tijd bezig. Ik heb er genoeg van. Ik hoop dat ze me nu wat aandacht geeft. Huh? Jade, wat heb je gedaan? Wat een onaangenaam kind. Aha. We hebben een kindermeisje nodig. Het is dringend. Een kindermeisje? Huh? Wat is dat? Een portaal? Hoe ben ik hier gekomen? De poort! Het sluit zich! Oh nee, te laat! What? Een eenhoorn? Geweldig! Het is niet erg. Ik kan wel een andere poort vinden. Je bent aangenomen als onze oppas. Een oppas? Ik vind dat geweldig. Hier is mijn visitekaartje. Een eenhoornkindermeisje? Geweldig. Hier is je geld. Geld? Wat moet ik ermee doen? Nutteloze papieren. Ik heb geen oppas nodig. Laten we dit afdoen. Veel beter nu. Ik heb geen honger. Een perfect ontbijt. Gezonde gekookte groenten. Bloemkool? Ik ben uitgeput. Ik heb een... Gadver. Wow, dit is eigenlijk snoep. Niet doen. Wat een gemeenerik. Hier is een idee. Een snor staat je goed. En dit ontbijt hoort in een container. Wakker worden. Ik heb mijn eten op. Goed gedaan. Mam, wil je nu spelen? Niet nu. Hoi Jade, ik zou graag met je spelen. Nou, oké. Ik ben hier. Zoek me. Ik zoek je. Ah, ik moet je echt goed spinnen. Oh, ik ben duizelig. Het is een portaal. Ik kom eraan. Woeps, ik zit in een knoop. Nee, ik ben te laat. Ik wil naar huis. Heb je gekozen? Ik wil dit, dit en dit. Wow, geen denken aan dat ik dit allemaal kan dragen. Wacht even, ik weet wat ik moet doen. Ik maak een boodschappentas. Vouw een boodschappentas op deze manier. Voeg elastiekjes toe. Maak de tas ermee vast. Het is tijd om te verven. Meng textielverf met water. Doordrenk de stof ermee. Aha. Laat het helemaal drogen en knip de elastiekjes eraf. En ogen toevoegen. Teken er oog op met stofstift. Bevestig tie-dye oren. Tadaa! Al je spullen passen hierin. Als jij het zegt. Zo zwaar. De tas is gekrompen. Oh. Hij is makkelijk te dragen. Huiswerk is een nachtmerrie. Wiskunde is het ergste. Hulp nodig? Ik wel. Wiskunde, ik denk dat ik kan helpen. Je bent zo cool. Nanny kan mijn huiswerk doen terwijl ik plezier heb. Bananenafel. De enige echte pastavoorstelling. Hou het naar beneden. Hoe lang nog? Het is allemaal klaar. Wauw, dankjewel. Dat was makkelijk. Ik heb een onvoldoende. Het is helemaal verkeerd. Ik ben zo in de war. Nu zijn we terug bij af. Dat zijn we zeker. Huggy Wuggy was hier. Maak je geen zorgen, het was maar een droom. Ik ben zo bang. Wat moet ik doen? Wauw. Oh. Is dit een tafel? Ik heb een idee. We hebben een droomopvanger nodig. Garen is precies het ding. Gebruik een ronde basis om een patroon te maken met twee kleuren garen. Bloemen zijn geweldig! Oh. Voeg een hoorn, filte oren en decoratieve bloemen toe. Oh. Veren komen ook goed van pas. Versier het met een hartje en veertjes. De droomopvanger is klaar! Zal het helpen om het monster te vangen? Oh ja! Ga maar slapen en maak je er geen zorgen over. Hij is hier! Oh. Kijk! Wakker worden! Red me! Klaar! High five! Slaap lekker! Mam, wil je spelen? Niet nu, ik ben bezig. Zoals gewoonlijk. Laten we eens kijken wat ze hiervan vindt. Ik heb een knoop doorgeknipt. Geen aandacht. Dat betekent dat ik me ontdoe van alle knopen op het shirt. Pak aan. Wacht even. Doe dat niet. Kom met me mee. Ik weet hoe ik het moet maken. We zullen samen aan iets werken. We kunnen nieuwe knopen maken. Hou dit vast. Wauw. Maak bloemen met behulp van een opgestreken mozaïek kraalschabloon. Knip perkament papier af. Nee, met deze schaar. Bedek met perkament papier. Het strijkijzer is heet. En strijk het erop. Haal de bloemen van het stuk als ze zijn afgekoeld. Nu hebben we prachtige bloemknopen. Zo mooi! Knuffels! Nee! Wat dan ook. Een cadeau? Voor mij! Mam, ga niet! Weer geld! Is dit ook een cadeau? Slechtste verjaardag ooit! Verrassing! Fijne verjaardag! Het is een cadeau! Een Lala-fan outfit! Ik vind dit helemaal niet leuk! Oh, je hebt het verbrand! Het heeft me zoveel tijd gekost om het uit te zoeken. Wat is er mis? Maak je geen zorgen. Hoe kan ik je opvrolijken? Hier is een idee. Volg mij. We maken een outfit voor mijn eend. Klinkt als een plan. Laten we ons eigen Lala-fan outfit maken. We hebben lichte klei. Wauw. Tulle. Kunstbloemen. Oh. Een hoofdband en elastisch lint nodig. Vorm een hoorn van lichte klei. Het is tijd om te schilderen. Wacht tot de klei hard is en verf de hoorn goud. Lijm het op de hoofdband. Ik heb dit en dat. Voeg schuimpapieren oren en decoratieve bloemen toe. Hoe meer tullen, hoe beter. Maak stukken tulle vast aan een elastische lint dat een rok vormt. En een bloesje. Doe een stoffen top op de eend. Maak vast met klittenband. En een tulle rok. Voeg de eenhoorn hoofdband toe. Wow! Lala Fan is een eenhoorn. Het is een glijbaan. Wow! Rennen! Geweldig! Jee! Dit is mijn beste verjaardag tot nu toe. De aandeelhoudersvergadering is gepland voor vandaag. Wat? Is er een kind vermist? Dat is mijn Jade. Schatje, waar ben je? Waar is mijn meisje heen? Wacht even, daar is ze. Mam! Liefje, het spijt me zo dat ik je geen aandacht heb gegeven. Dat verandert vandaag. Ze zijn nu een gelukkige familie. Het is een portaal. Laat me niet alleen. Maar ik moet terug naar huis. Wat moet ik doen? Mag ik mijn visitekaartje? Oké. Natuurlijk. Ik heb een idee. Ik heb er een 3D-pen voor nodig. Teken een regenboog met een 3D-pen. Laten we meer kleuren toevoegen. Vorm ringen aan de randen. Doe de ring aan een draad en maak een vlecht. Dit is voor jou. Wanneer je zin hebt om het te zien, gebruik dan deze vriendschapsarmband. Ik moet nu gaan. Dank voor alles. Dag. Een telefoontje? Niet nu. Mam, ben ik belangrijker dan je werk? Natuurlijk ben je dat, schatje. Nanny Eenhoorn, waar ben je? Wow, de armband gloeit. Huh? Hoi, ik heb je gemist. Wow, er zijn 2 portalen. Oh. Jongens, in welk portaal zit mijn eenhoorn, Nanny? Reageer hieronder.